Iemand van degene die nu in het eerste jaar zit, had tegen mij gezegd van, ja, ik ben deze zomer op kamp geweest en ik had toch niks te doen, dus ik dacht van, ik kan dat ook wel weer proberen en ik ben er nu en het is super tof. Omdat het toch nog een stapje hoger is dan andere kampen, denk ik. Omdat het zoveel dieper gaat en je hebt het gevoel dat je iedereen echt kent. De inhoudelijke activiteiten zijn ook wel echt een meerwaarde aan het kamp. Ja, gewoon. Het is dat een beetje als thuiskomen. Dus iedere keer, ieder jaar opnieuw, zie je dezelfde mensen terug. En oké, daar komen nieuwe mensen bij, maar algemeen is het gewoon een week waar je naar uitkijkt. Het is niet alleen spelen, maar ook samen bidden en samen bezinnen en samen antwoorden zoeken over de vragen dat de leiding stelt. En dat vind ik wel tof, dat samen bidden, dat geeft voor mij echt een fantastisch gevoel. Dat je hier op de een of andere manier toch anders verbonden zijt met elkaar en niet echt uitmaakt wie of wat je zijt, maar hoe dat je eruit ziet of zo, maar vooral je persoonlijkheid en dat je zo goed aanvaard wordt en dat je samen zoveel kunt meemaken en elkaar toch leert kennen op andere vlakken ook. Ja, OD is eigenlijk gewoon als thuiskomen en niemand gaat je raar aankijken als je in het midden van de eetzaal een liedje beginnen te zingen, ze gaan eigenlijk gewoon meedoen of de vogeltjes dan in het midden van de ochtendzon, dat wordt gewoon meegedaan. Je leeft niet alleen, je zit niet op je eigen, maar gaat er samen als groep voor en samen werkt je naar iets toe en dat zorgt wel voor een hechte band als vriendschap, maar ook het versterkt je geloof op een bepaalde manier. Je groeit daardoor in je geloof. En dat is wel een van de grootste redenen waarom dat ik dan meega op OD, omdat dat aspect daar echt uitkomt en dat je daar ook de kans krijgt om daar verder in te groeien. De Bontenavond. Wat is dat? Het is eigenlijk een spel tussen de verschillende leeftijdsgroepen tegen elkaar die wij organiseren en ze moeten dan verschillende opdrachten doen. We proberen dat altijd in een bepaald thema te gieten. Dus alle opdrachten worden dan ook ingekleurd in dat thema. Er wordt geknutseld dat al het gerief in dat thema past. Het is altijd toffer om ieder jaar opnieuw je grenzen te verleggen en ieder jaar opnieuw zot eruit de hoek te komen en het op een ander niveau of op een totaal ander thema iets aan te pakken. En ieder jaar dat gelijk nog beter doen dan het vorige jaar. Dat klopt. Wij proberen elk jaar gewoon de lat net dat tikkeltje hoger te leggen. Dat lukt niet altijd en dat hoeft ook niet altijd te lukken. Maar het is wel tof als je zo een streefdoel hebt om naartoe te werken. En dat maakt het voor de groep uitdagend om daar samen vol voor te gaan. En ja, dan beginnen we eigenlijk vanaf januari te knutselen, te
de regels, alle spelregels uit te denken, de opdrachten meer in detail uit te denken. Dus ja, toch zeker een half jaar dat we mee bezig zijn. En hier op OD zelf, ook vanaf de maandag tot en met de donderdag, zijn we bezig met het inrichten van de zaal. En ja, het is toch speciaal voor ons. En ik word in november 12 jaar. Na mijn vormsel hadden ze eerst gezegd dat ik eens zou mee mogen komen. En sindsdien ben ik hier gebleven, want ik vond het superleuk. Het begon eigenlijk toen dat hij mij meevroeg naar het pretpark, dus samen met de jukrileen. En ik heb mij van de hele dag geamuseerd. De volgende week daarna, of een dag daarna, ik weet het zelfs niet meer, was het ook zo'n dag gelijk nu. Echt uitleven, al doen wat hij niet kunt laten. Plezier maken, zeveren tegen elkaar en op het einde van de dag gewoon op je gemakje kalm tot rust komen. Ik vind dat heel belangrijk. Het punt, wat dat mij vooral belangrijk maakt is dat je eerst kunt amuseren, dat je dan tot kalmte komt, dat je dan op het gemakje kunt nadenken over waarin dat je gelooft, waarom dat je gelooft, hoe dat geloof gekomen is. Ik weet niet, dan beginnen zo de kern, meer de kern te zien van het geloof. Als je je eerst hebt geamuseerd en daarna kom je tot kalmte, dan kun je zien waarin... kunnen we er wat dieper op ingaan. Het is een heel belangrijke vriendengroep eigenlijk voor mij. Ook vooral belangrijk omdat ik mijn geloof eigenlijk kan uiten. Op school is dat niet echt bepaald mogelijk of word je soms wel uitgelachen. Of mensen trekken het in het belachelijke. En daar kun je eigenlijk gewoon volledig jezelf zijn en eigenlijk vooral op je geloof focussen. Maar toen ik jonger was dat meer. Maar nu dat we echt zo aan de leeftijd zijn, dat we volwassen beginnen worden, allee, worden we dat wel gewaar dat dat minder is en dat ze dat meer appreciëren, dat je daar vooruit komt en dat je echt voor je geloof instaat. Hoe ouder dat je wordt, hoe minder dat eigenlijk opvalt. En ik denk wel dat meer mensen dat accepteren of het gewoon laten zoals het is. En voor mij doet die mening er ook niet toe en misschien dat ik er zelfs sterker door word, omdat mensen er tegen zijn, maar voor mij dat echt wel belangrijk is. Oh, 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 oh.
Ik moet al eventjes nadenken hoe ik ooit bij Jokri zelf terecht ben gekomen, maar ik denk dat dat komt door de vormcelcatechese. En daar kwamen ze dan uitleg geven over Jokri, wat het dat was. En ik was eigenlijk direct een beetje gebeten door de Jokri en dat liet mij niet meer los in mijn hoofd. En dan ben ik gewoon naar zo een eerste bijeenkomst geweest. En ik kwam direct echt in een super toffe en warme groep terecht en ja, ik ben daar niet meer uitgegaan. Het zijn vooral die spelletjes met een diepere betekenis dat mij raken en ook de moment waarop dat je een keer gewoon rustig kunt worden, gelijk in een stille ruimte. Ja, ik denk dat rust altijd wel eens deugd doet bij iedereen, zeker als je in je puberteit zit en zo en je tienerjaren, want alles is zo chaotisch. En school, hobby's, allemaal echt bezig zijn. Je bent 24 uur op een dag echt bezig met van alles. En hier op de Jokri heb je net zo dat, die een tijd precies daarvoor om toch even stil te staan en thuis te komen. Je kunt dat dan ook zoeken bij de anderen hier. Dus dan heb je dat soms echt wel nodig. Dat even alles eruit en even gewoon gaan.